Er liggen twee belangrijke hervormingsklussen voor me klaar. De een is de woningmarkt, hè, zowel aan de huur als aan de koopkant. Gaan we flink doorpakken, omdat echt essentieel is dat daar nu het vertrouwen terugkomt. Ja. Mensen die nu op de wachtlijst staan voor een huurwoning ook inderdaad een huurwoning kunnen krijgen. Omdat we de doorstroming op gang gaan brengen. Ja, laten we het even over die woningmarkt hebben. De makelaars, het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen. Hypotheken moeten worden afgelost, de hypotheek... aftrek wordt beperkt. Makelaars zeggen, dit is de doodsteek voor de huizenmarkt. En u moet die huizenmarkt weer op gang zien te krijgen. Heeft u iets in uw achterzak waardoor dat zou kunnen? Het is juist heel belangrijk voor die huizenmarkt dat er nu helderheid komt. Mensen durfden niet goed te kopen omdat ze niet wisten wat een nieuw kabinet zou gaan doen. We laten nu heel duidelijk zien dat we de hypotheekrenteaftrek in stand laten. Maar aan de bovenkant geleidelijk afbouwen en teruggeven in een belastingverlaging. We bieden voor de grootste knelpunten nog extra oplossingen. Bijvoorbeeld mensen die met een restschuld dreigen te zitten, krijgen de mogelijkheid om nog 5 jaar de rente over die restschuld af te trekken. Maar dat weten die makelaars ook wel. En ze zeggen toch, het is een doodsteek voor de woningmarkt. Dus kennelijk willen ze dat er nog meer gebeurt om de zaak weer op gang te krijgen. Ja, je kunt natuurlijk bij ieder voorstel zeggen, ik had het nog net iets anders gewild of nog net wat mooier. Het is juist van belang, en dat zien makelaars ook in, dat we nu eens met elkaar afspreken. We gaan doen wat we met elkaar hebben afgesproken. Niet elkaar bestoken met nog weer wildere plannen. We moeten helderheid geven aan kopers, aan huurders. Dan komt die woningmarkt ook weer in beweging. Ja, er was van de week kritiek op plannen in verband met de nationale hypotheekgarantie. Er wordt aangedrongen dat daar ook wat wordt veranderd. En u bent er al mee bezig, begrijp ik. Ja, ik hoorde dat de hypotheekgarantie zelf heeft gezegd dat ze van plan zijn wanneer zo'n hypotheekgarantie meeneemt naar een nieuw huis op een bestaande aflossingsvrije hypotheek. Dan toch te zeggen, ook op dat bestaande deel moet je gaan aflossen. Eigenlijk hebben we politiek afgesproken, bestaande hypotheken worden gerespecteerd. Dus ik ben erg verrast over de uitspraak van de hypotheekgarantie. En ik wil zo snel mogelijk met ze om de tafel om te kijken of dit nou echt wel hun bedoeling is. En u bent er niet voor, kortom. Ik vind eigenlijk dat we de politieke afspraak moeten handhaven. Bestaande hypotheken blijven gehandhaafd zoals we met elkaar hebben afgesproken. Goed, dank u wel. Graag gedaan.